wilde een boek schrijven over familie, omdat iedereen heeft familie en iedereen kent het gevoel, het iets wat mistroostige gevoel, dat je altijd bevangt als je je familie ziet, ook als het leuk is. Als het niet leuk is, dan leid je onder het onontkoombare. Je kunt het niet uitmaken met je familie. Je kunt desnoods kun je je vader en je moeder 20 jaar niet spreken, niet zien, maar dan ben je nog steeds hun kind die niet belt. Het uitmaken is onmogelijk, zoals je dat met vrienden kunt, zoals je dat met geliefden kunt. Maar ook als het leuk is, dan bevangt je hetzelfde gevoel. Alleen betekent het dan dat je tekortschiet, dat je je liefde niet duidelijk genoeg kan maken, dat je niet kunt tegen hen kunt zeggen wat je te zeggen hebt. En al zou je het zeggen, dan zouden ze zeggen, ja, dat weten we wel. En dan is er nog iets wat de familieblues bewerkstelligt, dat gevoel. Blues is een droevig gevoel, een droevig lied. Is dat jouw familie kent jou van jongs af aan, toen je nog een kleine aansteller was. Of iemand die luchtgitaar speelde. En nu ben je een volwassen vent of een vrouw met aanzien. Maar jouw familie weet nog dat je met een beugeltje liep. En ik heb een herinnering aan mijn broer dat hij zo bang was van wespen dat hij op schoot klom. Toen was hij 14. Nou, het is nu een hele dappere man, maar die herinnering heb ik natuurlijk. Het is de somberheid verwijst naar de onontkoombaarheid. Het is, je kunt er niets aan veranderen. Je familie raak je nooit kwijt. En dat is dan ook weer het voordeel. Want als je moeilijke tijden beleeft, wie laat jou nooit vallen? Je familie. Het is maar hoogst zelden dat je iemand spreekt die echt zegt, nou, mijn familie betekent helemaal niks. Het is mij ook overkomen toen ik zocht naar verhalen. Een man van dik in de 50 zei, mijn familie, ik kom er niet, ik ga niet naar de verjaardagen. Zij onderling hebben van alles, maar ik val daar buiten. Oh ja, zei ik, met zoveel waren jullie? Beschrijf ze eens en noem de namen en wat ze doen. 1,5 uur later kreeg ik mijn eerste woordje ertussen. Hij vertelde, heel geanimeerd. Die familie die zat hem, het is natuurlijk een beetje flauw om te zeggen, die zat hem in het bloed, maar dat was veel dichterbij voor hem, emotioneel, dan hij zelf had kunnen denken. Voor de jeugd schrijf ik jeugdromans, schrijf ik romans. Maar voor volwassenen ben ik een non-fictieschrijver. En in weerwil van wat de mensen denken, denk ik dat ik alleen maar over seks en mannen en vrouwen en ruzie en relaties schrijf. Maar eigenlijk heb ik gewoon belangstelling voor hoe mensen tussen andere mensen leven. En dan ligt familie wel heel voor de hand. En terwijl ik zocht naar verhalen, ik had een oproep gezet op Facebook en op alle plaatsen waar je maar mensen kunt oproepen. Ik kreeg heel veel respons en belde ik op en dan sprak ik die mensen. En ineens dacht ik, het lijkt wel of ik de laatste jaren steeds meer weer psycholoog word. Ik heb psychologie gestudeerd, ik heb ook 5 jaar therapie gegeven. En was heel blij toen ik daarmee op kon houden. Ik kreeg een problemenrubriek aangeboden. En toen ik die eenmaal had, zei een vriendinnetje, goh, als je dat zo leuk vindt. Ik had vroeger een rubriek in NRC Handelsblad en ze zoeken iemand voor een jeugdpagina of zo. En ineens was ik iemand met een rubriek in NRC Handelsblad. En toen ben ik gaan schrijven en wilde nooit meer ophouden. En dacht, ik ben eigenlijk niet meer zo'n psycholoog. Ik doe er niks meer aan. Als een geloof dat je hebt verlaten. En nu besef ik dat net als je familie niet kwijtraakt, als je eenmaal psycholoog bent, dat douche je er niet meer af. Dat blijft. En dat is de manier waarop ik naar de mensen kijk. Ik kijk naar ze en dan denk ik, dat zijn heel veel puzzelstukjes. En geef me even een uurtje en dan leg ik al die puzzelstukjes bij elkaar. En dan krijg jij een plaatje. Van psychologen wordt gezegd dat ze psychologie zijn gaan studeren omdat ze zichzelf wilden doorgronden. Ik kan je verzekeren, dat interesseerde me helemaal niets.
Ik was niet met mezelf bezig. Ik was echt stiknieuwsgierig naar anderen. En dat ben ik nog. Het is wel zo dat ik gedacht heb... het wordt pas interessant als je jezelf erbij zet. Als je jezelf net zo blootgeeft als de mensen doen die zich bereid hebben getoond om met mij te praten. Zij vertelden hun verhaal en ik op mijn beurt heb mijn verhaal willen vertellen. Niet zozeer omdat ik dacht, goh, hoe zou ik nou zijn? Maar omdat ik dacht, het is niet leuk voor de lezer als hij al die voorbeelden ziet en niet weet waar de schrijver nou zelf staat. Dat is alsof je mensen te eten uitnodigt en zelf in de keuken blijft en zegt, is het lekker jongens? Goed zo. Je moet aanschuiven en mee eten en dan wordt het pas gezellig. Ik had een oproep gedaan op Facebook, op internet, via mijn site en in kranten en tijdschriften. En waar ik ook maar de gelegenheid had om te vragen, stuur mij je familieverhalen. Laat me weten dat je wilt praten en dan bel ik je op. En dan belde ik op. En dan was het net alsof ik die mensen al heel lang kende. Als je aan iemand vraagt, vertel eens van je familie, dan is het net alsof het antwoord lag te wachten op de vraag en niet andersom. We waren dan onmiddellijk intiem. Ik heb nooit u gezegd. We hadden het meteen over heel essentiële dingen. En ik heb geheimen gehoord die zorgvuldig bewaard lagen. Bijvoorbeeld, een vrouw die zei, ik kan alleen met je praten als mijn kinderen er niet zijn. Want die denken dat hun grootmoeder al heel lang is overleden. Maar mijn moeder leeft nog. Ik wil alleen niet dat zij de kinderen kent, want ze is wel zo'n helleveeg. En ik wil niet dat ze mijn kinderen aandoet wat ze mij heeft aangedaan. Ik heb met oude mensen gesproken, meest vrouwen trouwens, van in de 70. En terwijl wij spraken over vroeger, had ik een meisje van 11 aan de telefoon voor mijn gevoel. Ik heb heel weinig mannen gesproken, er waren er wel, maar niet zoveel. En vooral mannen over hun vaders. En daar zag ik heel veel pijn. Een man die ik sprak, die zat tegenover mij. En terwijl hij over zijn vader sprak, zag ik echt een knalrode kleur uit zijn hals opstijgen. De woede en de pijn waren er nog, onveranderd. En hij had het over dat hij 3 jaar was. En hij wou zijn vader een handje geven bij het oversteken. Dat mocht niet. Jongens geven geen hand. Je bent nu een grote jongen, 3 jaar. Mannen. Ik heb veel minder mannen gesproken dan vrouwen, omdat vrouwen veel meer bespiegelen over wie ze zijn, hoe ze zijn. Mannen bespiegelen heel erg hoe je dat ruitje nou onzichtbaar zo kunt monteren, dat je het er ook weer uit kunt tillen. Daar kunnen ze erg lang over nadenken en de kortste weg naar Zürich of zo. Maar over wie ben ik, waarom ben ik zo? Daarvoor heb je toch een apart soort mannen. En die zijn niet zo heel veelvuldig te spreken. Die gaan niet zeggen, kom, ik ga een wildvreemde opbellen om over mijn misère te praten. Het waren vaak broers van mannen die ik al kende. Of vrienden van mannen die ik al kende. En dan via de bemiddeling van die vrienden wilden ze dan wel met me praten. Maar Ze snelden niet naar de computer om mij te mailen, nee. Er waren wel mannen bij, dus dat dan een vrouw sprak en dat ik begreep dat die man heel erg deel had aan de ellende die ik te horen kreeg. Ik heb ook heel specifiek gevraagd naar positieve verhalen. Maar mannen vinden dat al helemaal, ja, het is toch goed, wat zou je erover zeggen? En heel eerlijk ben ik dat met ze eens. Ik had nooit gedacht dat ik werkelijk nieuwe dingen zou horen. Ik heb verhalen gehoord die heel gruwelijk waren. En de manieren waarop mensen elkaar het leven zuur maken, en zelfs hun eigen kinderen, hoe kinderen bedorven worden door hun eigen ouders en beschadigd raken in hun jeugd, dat heeft ze weerga niet. En wat dat betreft heb ik wel nieuwe dingen gehoord. Maar echt dat ik dacht, nou, wat ik nou toch bedenk? Dat betrof mijzelf, wonderlijk genoeg.
Ik heb geen kinderen en ik heb die ook niet gewild. En dat is me heel erg aangereikt door mijn ouders. Die zeiden, je vrijheid is je hoogste goed. Neem vooral geen kinderen. Dus daar kan, dat kan een reden zijn. Maar ik was in gesprek met Elsemarie van der Ereboom, de deskundige over gezinnen. En die had het over doorgeschoven rekeningen. Dat op van generatie op generatie worden opdrachten verstrekt of levensvisies doorgegeven. En terwijl zij dat vertelde en ik kende dat verhaal, dacht ik, hé, maar mijn grootmoeder had één dochter, mijn moeder, maar had nog een tweede kind, Ali. En Ali is na 1,5 jaar gestorven aan de difterie. Het gebeurde veel in die dagen. Maar daarna wilde mijn grootmoeder geen kinderen meer. En toen dacht ik ineens, hé, zij wilde al geen kinderen meer. Mijn moeder heeft het van haar. En dat vond ik heel opmerkelijk. Als je, wat, dat is werkelijk een beetje nieuw. Ik heb meestal als psycholoog of als geïnteresseerde nieuwsgierige tante alleen maar gevraagd naar iemand uit wat voor nest kom je, hoe was je jeugd en waar kom je vandaan. Nu weet ik, je moet nog veel verder vragen. Je moet ook vragen naar grootouders. En je moet ook vragen of je nog meer weet, zoals meer dan grootouders. Over grootouders zelfs. Want heel vaak zijn geheimen in de familie of patronen vertonen zich al in generaties her en worden doorgegeven aan de jongere generaties. En je weet niet half hoeveel je doorgeeft. Alles wat je zelf aan lessen hebt meegekregen, geef je door aan je kinderen. En heb jij weer van jouw ouders en die hebben het weer van hun ouders. Een familie, familiestructuren zijn niet slordig. De plaats in je familie, dus als, of je broers of zussen hebt, of je de oudste was, de middelste of een ander volgnummer had, of je oom of tante bent, oma of opa, van moederszijde, van vaderszijde, of je schoondochter bent, wat voor soort schoondochter je bent. Alles heeft structuur. Het is eigenlijk een heel ordelijke zaak. En doordat het tamelijk onontkoombaar is, is het ook op sommige punten wreed. Je familie laat jou nooit vallen. Dus ze zullen je nooit ontslaan. Of maar heel zelden zullen ze dat beproeven. En dan mislukt dat, want dan blijft toch je familie. Maar het is een vangnet. Maar het is het net waar je ook in gevangen zit. Het is zo bepalend. Je denkt dat je vrij bent. Je denkt, ik geloof niet meer in jullie God. Ik maak me los. Ik sla mijn vleugeltjes uit en ik word een ander mens. Ja, tot je ze weer ontmoet en dan ben je gewoon weer. Neem je je oude plaats in. En heb je die plaats, die bewaren ze voor je. En dat is je genade en dat is je lot. Mensen zijn dieren. En waarin wij ons, we willen ons ontzettend graag onderscheiden van andere dieren. Nou, dat kan. Wij zijn super sociaal. Wij horen tot de zeer sociale dieren. Zoals de bijen, zoals sommige andere primaten. En er zijn nog meer diertjes, heel sociaal. Maar wij zijn er echt heel goed in. En wij hebben dus ook de neiging, wij willen ook toebehoren. Dat zit er heel diep in. Als wij soortgenoten tegenkomen, dan ruiken we even aan ze. Ben jij er een van ons? En we kijken ook, we zijn heel erg kijkdieren. Dus een kleurverschil vinden wij heel belangrijk. Baby's die blauwe ogen gewend zijn, die schrikken van donkere ogen. Dan gaan ze van huilen. Kinderen die nog nooit een witte gezien hebben, die schrikken. We herkennen elkaar. We herkennen zelfs, als je in het buitenland bent, ik zie meteen wie er een Nederlander is. Ik zie het zelfs wie een Amsterdammer is. En als ik in Amsterdam loop, dan zie ik uit welke buurt iemand vermoedelijk komt. Dat zie je aan kleding, aan kleine signalen. Dat vinden we prettig. En dan kan je discriminatie roepen en allemaal lelijke woorden. Maar het is ook, we moeten de wereld indelen, want hij is zo groot. Dat is eng. Als we iedereen erbij zouden willen
hebben. Dat je zegt, ja, maar een geranium is ook mijn familie. Dat gaat niet lukken. Dus delen we in. Die wel, die niet, die wel, die niet. Small, medium en large. En we willen dus heel graag dat onze, de mensen die we dichtst bij hebben, dat dat mensen zijn die we ook het best kennen. Dus als jij opgegroeid bent met een Filipijnse verzorger, verzorgster natuurlijk meestal, dan vind je dat heel prettige mensen om in de buurt te hebben. En als jij niet anders gewend bent dan blond en blauwe ogen en klompen aan, dan wil jij gewoon blond, blauw en klompen aan. En dan schrik jij je dood als iemand ineens hele lange gelakte nagels heeft. Dat vind je eng. Dat hoort er niet bij. Dus we zijn heel erg gericht op die wel, die niet, die wel, die niet, die misschien. En dat mag je niet erg vinden. Het is pas erg als je zegt, ja, maar die heeft hele gemene lange nagels, die ga ik opsluiten in een kamp. Dat mag niet.